En het Sint-Vincentische ziekenhuis heeft gisteren stilgestaan bij de internationale lichtjesdag. Op deze dag herdenkt de wereld de emoties die loskomen bij het overlijden van kinderen. Het Sint-Vincentische ziekenhuis heeft dan ook kaarsjes aangestoken voor alle overleden kinderen. Ook heeft zij ballonnen opgelaten om de herinnering aan deze zieltjes levend te houden. Het ziekenhuis zegt dat sommige mensen een volwassen kind herdenken, terwijl anderen een kindje dat dood ter wereld kwam herdenken. Deze dag verbindt niet alleen de ouders die iets soortgelijk hebben meegemaakt, maar maakt ook dat de betrokkenen deze ingrijpende belevens een plekje kunnen geven en verder kunnen met hun leven. De Internationale Lichtjesdag is in 1997 voor het eerst in Amerika gevierd. De Internationale Lichtjesdag wordt elk jaar op de tweede zondag in december herdacht.